dat ik vroeger te jong, te sterk moest zijn. Mijn moeder was heel erg ziek vanaf mijn derde. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd moeten knokken om het een beetje voor elkaar te krijgen. En doordat ik zo sterk moest zijn en mezelf dat voor bleef houden, heb ik eigenlijk ook nooit gedeeld dat ik onzeker was. Ik heb nooit gedeeld dat ik heel erg bang was. Ik heb jarenlang heel erg paniekaanvallen gehad. En echt de hele dag door. Soms in de supermarkt dat je zelfs denkt van, hoe ga ik in vredesnaam boodschappen doen? En gewoon maar weglopen omdat het niet lukt. Ik denk dat ik nog steeds een hele sterke vrouw ben en dat ik dat gedeelte ook nooit echt zal verliezen. En ik hoop ook niet dat ik dat zal verliezen, maar wat ik hoop is dat ik veel meer kan gaan leven vanuit de kracht van kwetsbaarheid. En dat ik juist wat zachter kan worden en wat meer kan delen en laten zien dat ik onzeker ben en niet perfect ben en heel veel fouten maak. En dat zijn dingen die ik eigenlijk nooit gedaan heb. En daardoor heb ik ook, bijvoorbeeld op Instagram, je laat alleen maar je perfecte zelf zien. En daar deed ik aan mee. En op een gegeven moment dacht ik, waarom doe ik dit? Heb ik echt constant mensen nodig die zeggen, wat ben je mooi, wat doe je dat goed, hartje, like. Nee, ik geloof niet dat ik dat nog nodig heb en dat ben ik echt aan het loslaten. Ik had vroeger, en met vroeger bedoel ik niet eens zo heel lang geleden, 1,5 jaar geleden misschien, had ik altijd eyes on the prize. Ik wilde altijd beter, altijd groter, altijd meer en het was nooit genoeg. Wat ervoor zorgde dat het hele gevoel van dankbaarheid of trots zijn niet eens een begrip was wat in mijn leven voorkwam. En waar ik nu dankbaar voor ben en waar ik nu trots op ben, dat zijn als ik 's ochtends niet om 6 uur opsta, maar eens wat langer blijf liggen en een lekker ontbijtje voor mezelf maak. Of als ik mezelf mooi vind zonder make-up. En dat ik in de spiegel lag of dat ik door mijn huis dans. Ik ben dankbaar voor vrienden, voor het zonlicht, voor dat soort dingen. Ja, het is naar een heel ander universum verschoven. Vrouwen mee zou willen geven is eigenlijk wat we vandaag hier doen en dat is dat je het niet alleen hoeft te doen. We leven in een tijd waarin de hele wereld heel dichtbij je komt, lijkt te komen. Dus je bent in contact met iemand in China of iemand daar. Duizenden vrienden op social media. Maar volgens mij hebben we steeds allemaal meer het gevoel dat we alleen zijn of eenzaam zijn. En wat we vandaag doen is door in kwetsbaarheid met elkaar te delen en samen te zijn, maakt het je sterker en niet alleen.